Dank u wel, voorzitter. De cijfers zijn hier al juist genoemd door een aantal anderen. 58 miljoen mensen die vandaag geen bankrekening hebben in de Europese Unie. En tegelijkertijd 25 miljoen mensen die wel graag toegang zouden krijgen tot een normale bankrekening. En we hebben toch vastgesteld tijdens onze debatten dat er nog altijd veel moeilijkheden bestaan bij mensen bij het openen van een betaalrekening. Voor mensen die geen vast adres hebben, voor mensen die grensoverschrijdend werken, voor Erasmus-studenten. Dat dikwijls die personen, die mensen, een bankrekening geweigerd werd. En het is juist daarom dat we op Europees niveau het recht op die bankrekening willen verankeren. Maar tegelijkertijd moeten we denk ik ook rekening houden met de subsidiariteit. Er bestaan in verschillende landen reeds systemen om oplossingen aan te bieden aan die mensen, mensen die ook sociaal uitgesloten worden, om die binnen te brengen en ook toegang te geven tot een basisbankrekening. Ik denk ook dat we dat moeten respecteren. Het is niet de bedoeling hier om een nieuw product in de markt te zetten. Het is wel de bedoeling om een stukje een inclusieve markt op te bouwen, zodat mensen effectief toegang krijgen via die bankrekeningen om opnieuw deel te nemen aan het maatschappelijk en aan het economisch leven. En het zal effectief met dit voorstel denk ik een groot verschil uitmaken voor die mensen om effectief grensoverschrijdend via studenten en dergelijke meer toegang te krijgen tot een basisbankrekening. En we hebben het echt niet te moeilijk gemaakt. De link die men moet tonen is heel breed. En ik denk dat we daarmee ook aantonen dat we op een heel gezonde en intelligente manier dit proces proberen vorm te geven. We hebben er ook voor gezorgd dat het makkelijker wordt om de tarieven tussen bankrekeningen te gaan vergelijken. Dat zal het ook mogelijk maken voor onze burgers om makkelijker daarna van bankrekening te wisselen. Vroeger was het dikwijls zo dat men zich fysiek moest aanmelden om een bankrekening af te sluiten. Dat was allemaal verleden tijd. We gaan er nu voor zorgen dat mensen heel makkelijk van bankrekening kunnen wisselen en tegelijkertijd veel meer informatie krijgen over de kosten die zij moeten betalen bij het afsluiten van een bankrekening bij verschillende banken. We hebben dus nu voor gezorgd, denk ik, dat we de interne markt echt wel versterkt hebben, dat we consumenten veel meer informatie geven en dat we tegelijkertijd er ook voor zorgen dat er een inclusief beleid gevoerd wordt om er zeker voor te zorgen dat die 25 miljoen mensen op een heel gemakkelijke manier toegang krijgen tot die basisbankdiensten en effectief deel kunnen uitmaken van onze maatschappij en van onze economie. Dank u wel.